We hebben dit eenmaal eerder meegemaakt in het verleden dat er een vliegtuigbom is gevonden. Wat we ook weten is dat Schiphol is in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk gebombardeerd. Dus we weten ook dat de mogelijkheid kan bestaan dat je bij werkzaamheden, graafwerkzaamheden, tegen een vliegtuigbom aanloopt. Dat betekent ook altijd dat hier bij werkzaamheden zeer zorgvuldig en onder veiligheidsvoorschriften en procedures gewerkt wordt. Op dit moment zien we dat de vertragingen dat die wat oplopen. Mensen die vliegen binnen Europa moeten rekening houden met vertragingen van ongeveer een uur. Wat we ook zien is dat het intercontinentale verkeer dat die er ook last van begint te krijgen. Er zijn nu passagiers op Schiphol die niet kunnen vertrekken. Wat doen jullie voor deze mensen? Wat we doen, het belangrijkste is dat we deze mensen zo goed mogelijk informeren. Dat doen we via al onze kanalen, via vluchtinformatie, omroepberichten moet je dan aan denken. Hoe lang verwachten jullie dat het nog gaat duren? Dat is heel moeilijk te zeggen. We houden er rekening mee dat dit nog wel een aantal uur kan duren. Maar we hopen echter dat het zo snel mogelijk natuurlijk is opgelost.